Nou, weet je, ja. Dat bedoel je. Nou ja, nou ja, dat is een beetje hoe het werkt. Maar goed, de Jingle Parade, Tim. We hebben een aantal leuke bijdragen binnengekregen. Ja, als eerste jingle die ik vanavond wil laten horen... dat valt in de categorie experimenteel. Qua muziek moet ik een beetje denken aan de jaren 80. Ja. En de stem zit dan weer echt in de experimentele psychedelische hoek. Spinvis weer, zeg? Nee, geen spinvis. Ik word er toch zo zat allemaal, hè. Die Radio Veronica 538. Sky Radio. Nee. Geef mij dan maar de staart van Stassen. Meteen van Stassen op NPO Radio 2. Dat is tenminste helemaal oké. Ik wil van Veronica als punten hoog. Dit was Erlina van Erlina. Dank u wel. Ja. Ja, het is natuurlijk wel zo dat we... moeten even de tijd in de gaten houden. Elke jingle is goed, laten we dat voorop zeggen. Elke jingle vind ik een uitdaging en vind ik fantastisch om te horen. Maar deze was wel iets te lang, hè? Want dat heeft natuurlijk wel een bepaalde lengte. Ja, nee, klopt. En een heel abrupt einde. Ja. Maar het was wel een activistische jingle, hè? Ja. Die zie je niet vaak. Nee, maar ik hoorde wel heel vaak de Veronica vallen. Ja, dat is dan weer niet zo handig inderdaad. Nee. Want dan wil ik ook nog even bij stil zijn. Even een tussendoortje. Ja. Dit is eigenlijk een drone. Ja.